Dan hou je stuk. Paardrijden. Het schema is zeer belangrijk voor hem. Ik kijk daar eigenlijk meerdere keren per dag naar. Dus 's morgens zijn eerste wat hij naar kijkt en 's avonds zijn laatste. Eigenlijk, ik vergelijk het altijd met mezelf, met mijn bril. 's morgens zet ik mijn bril als eerste op en 's avonds gaat hij als laatste af. En dat is bij hem eigenlijk, zijn schema is even belangrijk. Want dat zijn leidraad doorheen zijn maand. Het is dus een maandschema. En, want ook telkens dus als de maand afgelopen is, gaat hij niet slapen voor het schema van de volgende maand helemaal ophangt. En ik kon ze echt wel zeggen, van wegdoen, ander. Dat schema is dus echt superbelangrijk voor hem. En zelfs tijdens de dag komt hij kijken? Tijdens de dag heb ik hem al, like deze middag, als hij gedaan had met eten, zag ik hem hier staan en keek hij een keer van hop. En dan zo die bevestiging van oké, het is Veerle vandaag, het is vakantie. Dus mijn dag gaat gewoon door, dat blijft dus wel. En dan heeft hij ook nog een gedetailleerd dagschema? Dan heeft hij nog zijn dagschema. En daar kijkt hij eigenlijk, ja, dat wordt 's morgens, als dat opgehangen wordt, kijkt hij daarnaar. En hij is erbij als het opgehangen wordt. Eigenlijk hangen we dat nooit op zonder dat hij erbij is. Nou, daar gaat hij enkel kijken in feite als hij naartoe geroepen wordt. Ik denk wel dat hij in het passeren, als hij naar zijn maandschema komt kijken of naar zijn kalender of zo, dat hij er wel een keer naar kijkt, maar minder gedetailleerd. Omdat hij ook weet, als we verhandelingen aanbrengen in zijn dagschema, doen we dat ook altijd met hem erbij. Dat gaat niet gebeuren als hij er niet bij is. Dat is iets waar heel sterk over gewaakt wordt. Stappen, ga je van door of van achter zitten? We zijn met schema's en stappenplannen begonnen toen dat Seppe 4 was. We zijn begonnen met objecten. Dus een beker was voor drinken, een lepel was om te eten, een luier was om als hij moest verluierd worden, een toiletrolletje was om naar het toilet te gaan. En dan is hij eigenlijk wel heel vlug overgestapt op picto- en fotoniveau. En, maar het objecten die gebruiken we eigenlijk nog wel steeds als Sepp in stresssituaties zit. Zo bijvoorbeeld op familiefeesten. Eigenlijk als we zien van hij heeft het moeilijk, gaan we heel vlug terugvallen naar die objecten. Omdat we weten van, dat begrijpt hij, dat is heel eenvoudig. Hij moet daar geen inspanning voor doen om dat te begrijpen. En dan weten we, kunnen we tot iets komen met hem. Dat is eigenlijk een kalender die voor Lucas een overzicht gaf van hoe onze vakantie eruit zag. We hadden eigenlijk bij een vorige reis gemerkt van dat hij tijdens de vakantie zeer onrustig was. Omdat hij waarschijnlijk niet begreep van dat wij ook nog terug naar huis gingen. Eigenlijk hadden wij vooral gepraat over dat we gingen vertrekken, maar nooit verteld dat we ook nog terug gingen. En eigenlijk heb ik met die kalender vooral proberen tonen van ja, we vertrekken thuis, maar we eindigen ook weer thuis. En die reis heeft hij dan ook eigenlijk elke keer een dagje afgestreept als de dag voorbij was, zodanig dat ik kon zien van waar, op welk moment van de reis we dan waren. Veranderingen zijn vaak onduidelijk, dus eerste boodschap, wees helder. Zorg voor een stuk ondersteuning, zodanig dat een kind weet wat het kan verwachten na de overgang. Een tweede, veranderingen zorgen vaak voor stress ook. Het is moeilijk, want je verlaat een stukje veiligheid, je verlaat een stukje veilige gelijkheid. Dus zorg ook voor ontspanning. Probeer in kaart te brengen wat de ontspanning is voor jouw kind met autisme. En ten derde, geef het ook tijd. Zorg ook dat het een stuk zich kan voorbereiden, dat het kan wennen, dat het met verandering leert om te gaan. Dat is eigenlijk een kalender die ik gemaakt heb toen we op vakantie gingen. En we hadden al gemerkt dat voor Lucas reizen heel moeilijk was, in de zin van 900 kilometer, hoe overbrug je dat? Van dat is heel lang. En om dat een stukje visueel voor te stellen, hebben we eigenlijk getoond van we vertrekken thuis en we gaan kamperen. En hij had eigenlijk dit zelf bij hem en ik kon zelf aan ons vragen van waar zijn we al. Ik kon toen absoluut nog geen kilometer benoemen, maar wij zeiden van het staat tussen 100 en 200, je autootje. Dan had hij toch een beetje een overzicht. Hè. We konden hem ook een stukje vertellen van wat hij kon doen. We konden zeggen van oké, bij 400 gaan we picknicken en als je flink bent krijg je dan straks ook nog een ijsje na de picknick. We konden ook tonen dat we gingen stoppen om te tanken. Dan had ik voor de terugweg eigenlijk ook alle pictogrammen gemaakt, maar dan in de andere richting. Terug van de camping, terug naar huiswaarts.